Hoi, ik ben Guido van Baks Music en ik zit hier op de drumafdeling in onze winkel in Goes. Ik heb hier de Alesis Nitro Mesh Kit voor me staan. En die wil ik even met jullie gaan bespreken. Nou, deze set die is gericht op de startende drummer. Je krijgt alles wat je nodig hebt om te kunnen gaan drummen. Het enige wat er niet bij zit is een hoofdtelefoon en een drumkruk. Verder krijg je wel een hi-hat, een crash, een ride en 4 drumpads. En die drumpads, het mooie daarvan is dat die zijn voorzien van meshvellen of gaasvellen. Het grote voordeel daarvan is dat als je erop speelt, je bijna niks hoort. Nou, verder zit er natuurlijk ook nog een hi-hat pedaal bij. En een bassdrum pedaal. En natuurlijk een bassdrum trigger. En het is fijn dat er een trigger bij zit. Want dan komt je klopper ergens tegenaan. En dat is voor je speelgevoel is dat veel fijner. Al deze spullen moet je natuurlijk kunnen ophangen aan iets. Daarom wordt er een frame meegeleverd. En het mooie van dit frame is dat je hem vrij eenvoudig heel compact kan inklappen. Waardoor die in iedere kamer eigenlijk heel weinig ruimte nodig heeft. Dit is nog, ik denk, net geen vierkante meter. Verder heeft dit frame als voordeel dat je het op de groei kan kopen. Want je kan deze buizen kan je naar beneden schuiven, zover als je dat je wil. Dus ja, je kan hem echt op de groei kopen. Ik ben 1,95 meter en voor mij is die ook prima. Nou, het hart van deze drumkit is de module. En dit is de Nitro Drum Module. Deze module die heeft 25 vooraf ingestelde drumsetjes. Variërend van hele klassieke-achtige sounds tot hele moderne sounds. Daarnaast kan je nog 15 sets zelf samenstellen en je hebt hiervoor de beschikking over 385 verschillende drum- en percussiegeluiden. Nou, natuurlijk zitten er ook play-along liedjes op, 60 stuks maar liefst. Je kan natuurlijk de metronoom aanzetten, die kan je uitzetten. Je kan een drumbegeleiding erbij zetten, die kan je ook uitzetten. Dus dat is helemaal perfect om thuis mee te oefenen. Nou, als je nou thuis aan het oefenen bent of je bent aan het meespelen met een play-along, dan kan je dat allemaal opnemen met de performance recorder. En dan kan je het terugluisteren. Dat is natuurlijk super leerzaam. Nou, het leuke van deze drummodule is dat je hem ook als standalone kan gebruiken in bijvoorbeeld een studio. Mede doordat hij MIDI-functionaliteit heeft en je kan met deze knopjes kan je gewoon drummen. Nou, aan de achterzijde van de module zien we de aansluitingen. Dit is een USB-aansluiting en 2 MIDI-aansluitingen. De USB- en de MIDI-aansluitingen kun je dus voor MIDI gebruiken richting je computer. Verder kan je een extra tom aansluiten en een extra crash. Er is een stereo-output. Links gebruik je voor mono en rechts en links gebruik je als je hem stereo wil uitversterken. En dan zit er nog een AUX-ingang op. Een 3,5 mm jack aux in. En daarmee kan je je tablet of je telefoon aansluiten en met je eigen favoriete muziek meespelen. En dat is natuurlijk wel zo leuk. Nou, dan wil je natuurlijk weten hoe dit allemaal klinkt. Ik ook. Dus ik ga even een aantal kitjes aan je laten horen. Dit is gewoon de eerste standaard nummer 1 kit. Nou, naast al deze akoestische drumstellen hebben we natuurlijk ook een aantal elektronisch klinkende drumstellen. Ik zal er even eentje laten horen. Dit is wel een leuke. Nou, dan heb je nog een elektronische set die wel lekker klinkt voor dancemuziek. Die laat ik ook even horen. Wil je nou meer weten over deze Alesis Nitro Kit? Kijk dan even in de beschrijving onderaan deze video. Daar kan je een link vinden die verwijst naar de productpagina. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een like en abonneer je op ons kanaal. Ik was Guido van Baks Music en tot de volgende keer.